Overdag wel, maar in de avond zou ik niet in mijn eentje willen lopen hier. Waarom niet? Nou, het lijkt alsof steeds vaker hier dingen gebeuren. En ook veel hangjongeren. Niet alleen hier, maar ook andere buurten in Amstelveen. Dus ja, gewoon niet zo veilig voor mijn gevoel. In Amstelveen, ja. Ik voel me hier goed veilig. Ja. Ik voel me altijd veilig. Ik voel me nog niet onveilig, omdat ik hier, ja, het voelt hier goed. En ik zie hier voldoende politie en zo op straat. Maar het is wel te dichtbij gekomen nu. Het is iets wat in een grote stad hoort. Ja, natuurlijk. Ik heb het gisteravond een beetje meegekregen. Helikopter ook gezien en ik heb het gehoord. Maar ik voel me gewoon veilig op straat. Ook bij mij in de buurt. Ik woon hier nog niet zo heel lang. Maar ja, het gebeurt steeds vaker. Hè? Zeg maar, als je ook vanmorgen het nieuws weer leest van dat het toch met de onderwereld te maken heeft. Ja, dan, dat zal niet stoppen. Dus. In principe wel, maar ik ben gisteravond wel geschrokken. Het is al de tweede keer in een half jaar dat het gebeurt in Amstelveen. Vindt u dat geen vervelend idee? Nee, want ik denk dat het overal gebeurt. Dat is niet afhankelijk van de plaats. En criminelen zitten natuurlijk overal in het hele land. Ja, vindt u? Ze zijn hier allemaal in Amstelveen te wonen. Dat weet ik ook niet hoe dat komt. Maar het is een prettige stad, denk ik, om te wonen. Dus, Nee. Nou ja, kijk, het gebeurt. Tuurlijk moet er wat aan gedaan worden. Het is niet goed, maar... Het is niet dat ik me onveilig voel. Ja, vind wel, ik heb wel zoiets van, oké, het was wel een redelijk veilige buurt, maar ik heb nu zoiets van, toch wel beter opletten. Het komt allemaal wel erg dichtbij. Ja, zeker weten, ja. Ja. Nou, erg leuk vind ik het niet. Nee, ik weet van Cor van Hout en Jules Barmy en Marta, ik weet het, ja. Maar die dingen gebeuren. Niet in mijn buurt, hoop ik.